Mocht je nog een wens willen doen, zou ik vanavond zeker een stoeltje pakken en in de tuin gaan zitten. Er wordt namelijk verwacht dat er ruim 70 sterren uit de hemel gaan vallen. Het duurt in de zomer best lang voordat het donker wordt. Want het moet goed donker zijn om te kunnen zien, want het zijn natuurlijk kleine lichtflitsjes. Hoe donkerder het is, hoe meer je kunt zien. Dus ja, ik raad toch wel aan om toch op te blijven tegen de nacht aan. En dan lekker liggen, een beetje schuin omhoog kijken en dan kun je de meeste zien. Het is een spektakel. Het zijn door het jaar heen 13 verschillende vallende sterrenperiodes, meteorenregens die je kunt zien. Waarvan augustus de bekendste is, omdat mensen lekker weer buiten. Mensen die zitten recht buiten en dan valt het opeens tegen de nacht aan. Valt het op dat er vallende sterren zijn. Maar die zijn het is toch een van de betere van het jaar. Het gebeurt jaarlijks, dus je kan het principe in je agenda zetten. Je kunt er rekening mee houden. Het is een proces. Aarde gaat door een spoor achterlaten door een komeet van stof en gas heen. En die stofdeeltjes zijn letterlijk stofdeeltjes grootte die door onze damkring heen schieten. Dat dus die flits veroorzaakt. Dat noemen we dan van sterren, meteoren. Maar dat gebeurt jaarlijks, gaan wij dan door dat spoor heen. Dus in principe komt dat dus jaarlijks voor. Ja. En nu vallen de dingen uit de lucht. Dan zou je denken dat zou ook op aarde kunnen belanden. Moeten we bang zijn? Nee, voor vallende sterren niet. Vallende sterren, ik zei het al, het zijn echt stofdeeltjes grootte. Die verdampen in de atmosfeer tijdens het proces. Die zijn veel te klein, die raken de grond niet. Dan praat je echt over meteoren, sporadisch meteoren. Dat kan ook gebeuren tijdens zo'n meteorenregen. Maar dat zijn dan niet onderdeel van een komeet, dat is dan weer een ander proces. Maar dan moet je toch wel denken aan minimaal een vuist grootte, mochten zij dan de weg door de damkring overleven, zeg maar. Ja.